luchtbewakers vliegen we mee op een vlucht van Sevilla naar Schiphol Airport. Wat gebeurt er achter de schermen tijdens zo'n vlucht? En welke dreiging vormen drones en vogels voor vliegtuigen? Het is voor mij niet de vraag of er ooit een droneaanvaring gaat plaatsvinden, maar de vraag is wanneer er een droneaanvaring gaat plaatsvinden op Schiphol. De vlucht vanuit Sevilla is ongeveer 15 kilometer verwijderd van Schiphol en vliegt op bijna 500 meter hoogte ten westen van Amsterdam. Vanaf de luchthaven is het toestel nu ook met het oog te zien. Dat is dan ook het moment dat het contact met de piloten door een luchtverkeersleider in de toren wordt overgenomen. Als torenverkeersleider en als grondverkeersleider kijk ik naar buiten. Dus daarom zit ik ook inderdaad in die glazen koepel. En doe ik in principe alles met mijn ogen. Troelzijker 9-7-Victor, goedemiddag. Nummer 3, de wind is 130-10. Op het moment dat hij wordt overgedragen door Approach, checkt hij in bij mij, zoals wij dat noemen. En dan geef ik de vliegers informatie over welk nummer ze zijn om te mogen landen. Nu het vliegtuig van Transavia de grond langzaam nadert, komt het ook op een hoogte waar niet alleen andere vliegtuigen voor drukte of mogelijke conflicten kunnen zorgen. Per jaar vinden er honderden botsingen plaats tussen een vogel en een vliegtuig. Even geraakt, snel film. Vogels kunnen behoorlijk wat schade aanrichten aan een vliegtuig. Ze kunnen tegen de vleugel aanvliegen, dan wordt de aerodynamische vorm verstoord. Ze kunnen tegen de cockpit aanvliegen en ze kunnen ook in de motoren komen. En dat is gevaarlijk. Als het een grote vogel is, dan kan hij daadwerkelijk schade aan een motor veroorzaken. En in dat geval hebben we gelukkig nog een motor. Afhankelijk van de vluchtsituatie of de fase van de vlucht, vlieg je dan verder op één motor. Om botsingen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen, is het terrein van de luchthaven zo onvriendelijk mogelijk gemaakt voor de beestjes. Dus geen hoog gras of bomen om in te slapen. Check Marco, gaan wij even bij de machine kijken. Ook rijden er tijdens drukke momenten op de luchthaven 3 vogelverjagers rond, die het gebied rondom de start- en landingsbaan continu in de gaten houden. Heel veel mensen weten überhaupt niet eens dat mijn werk bestaat. Nou, we zijn nu eigenlijk gewoon het veld aan het monitoren. We rijden eigenlijk een beetje ons rondje. Dit is wel een belangrijke plek, omdat we hier bij de startbaan zijn. En hier houden we alles in de gaten wat er in het veld gebeurt. En dan vooral op vogelgebied. Er zit een buis op een paaltje. En daarachter ligt de startbaan. Daar wordt continu vanaf gestart. En de buis die kijkt er eigenlijk niet eens van op of om. Als je op een buis gericht bent, dan kan je soms een hele dag mee bezig zijn. Want ze hebben af en toe echt geen zin om weg te gaan. Vogels zijn heel erg bang voor de groene laserstip. En kan je ze echt helemaal mee sturen. Dus het is eigenlijk ook een heel goedkoop en makkelijk middel om vogels mee te verjagen. Als je hem gaat verjagen, dan gaat zo'n vogel vliegen. Nou, je kan natuurlijk nooit helemaal precies voorspellen waar zo'n vogel naartoe gaat vliegen. Dus de kans bestaat dat hij de landingsbaan over gaat vliegen. En dat kan dan juist wel weer een gevaar opleveren. Dat vogels enorme schade kunnen aanrichten bij vliegtuigen blijkt wel in 2010. Tijdens het opstijgen van vlucht 685F van Maroc Air komen meerdere ganzen in de motor van het toestel terecht, waarna direct een noodsituatie ontstaat. Dit is een potentieel heel gevaarlijke situatie geweest. Het vliegtuig is toen op hele lage hoogte rondgevlogen, eigenlijk om weer terug te keren naar de baan. Hoe laag de piloten op die bewuste avond hebben gevlogen, wordt later pas echt duidelijk als de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar het incident. Zij komen met de schokkende conclusie dat de piloten van Maroc Air op ruim 100 meter hoogte over de stad Haarlem zijn gevlogen. Dat is bijna 40 meter lager dan een KPN-toren die aan de rand van de stad staat. En de luchtverkeersleiding wist op dat moment niet precies hoe hoog die specifieke objecten waren, omdat eigenlijk nooit iemand zo laag vliegt. 10 minuten na vertrek van Schiphol maakt het toestel van Maroc Air een noodlanding op de luchthaven. Nadat bij dit incident fout op fout werden gestapeld, is voor veel betrokkenen na afloop één ding duidelijk. De stad Haarlem ontsnapte op 6 juni 2010 aan een mogelijke vliegramp. Er zijn regels en procedures die vliegers moeten handhaven wanneer ze in aanvaring komen met een vogel. Hij heeft de standaardprocedures hierin niet gevolgd, de regels van zijn eigen maatschappij niet. En de aanbeveling richting Schiphol is geweest, ga absoluut snel wat doen aan die grote hoeveelheid ganzen in de buurt van de luchthaven, want dit is wachten op een volgend drama. Om incidenten zoals die met Maroc Air te voorkomen, hebben de medewerkers van Bird Control op Schiphol een arsenaal aan attributen om vogels te verjagen. Zo is er een radar die aangeeft waar vogels vliegen, op de auto zitten schrikgeluiden en de medewerkers beschikken over een seinpistool dat vogels de stuipen op het lijf moet jagen. Nou, rechts voor zie je heel veel spreeuwtjes zitten.
kunnen we even het seinpistool voor gebruiken. Ja, je kan het een beetje vergelijken met vuurwerk. Dus het is niet echt een kogel, we schieten ook niet op vogels, we richten ook niet op vogels. Het is echt alleen voor het verjagen van vogels. Is dat een reiger? Grote vogel? Als vogels echt niet meer verjaagd kunnen worden, dan kan er gekozen worden om een aantal dieren af te schieten. Maar wij zijn geen jagers, maar verjagers, dus we houden het toch liever bij verjagen. Niet alleen vogels vormen een gevaar op Schiphol. Sinds een aantal jaar neemt de dreiging van drones rondom de luchthaven ook toe. Per jaar zijn er tientallen meldingen van drones die in de buurt van Schiphol rondvliegen. Tot een botsing kwam het gelukkig nog niet. Het is wel dat piloten echt hebben gemeld dat zij een drone vlakbij zien. Waarbij ze meestal niet hoeven uit te wijken, maar goed, waar wel binnen zichtsafstand van een piloot in ieder geval een drone zich bevindt. Je kunt niet zomaar als amateur met je drone, die kun je niet bij Schiphol op laten stijgen. Dat is verboden. In het ergste geval kunnen wij beslissen om dan die baan waarbij die melding is geweest niet meer te gebruiken. Vanwege veiligheid. Er was een drone flying southwest side of this. Je kunt je voorstellen dat een vogel onaangenaam is om die in je vliegtuigmotor te krijgen. En dan is een stuk metaal, carbon, aluminium wat zomaar rondvliegt, is ook bijzonder onprettig. Het gevaar van drones zit hem voornamelijk ook in de accu. Als een accu zich bijvoorbeeld in een onderdeel van het vliegtuig boort en naar een brand vliegt, dan kan die brand gelijk zich uitspreiden over een vliegtuig. Drones zijn gewoon veel harder, dus die zijn potentieel denk ik wel gevaarlijker. En ik denk dus ook dat het niet de vraag is of we ooit een droneaanvaring gaan krijgen, maar de vraag is wanneer we een droneaanvaring gaan krijgen. Steve Boonstra werkt voor de luchtvaartpolitie op Schiphol. Luchtvaartpolitie, Mr. Boonstra. Zij controleren onder andere of vliegtuigen voldoen aan de wettelijke eisen om te mogen vertrekken. Daarnaast wordt de bemanning van een vertrekkend vliegtuig regelmatig gecontroleerd op drankgebruik. Ik maak het toch wel regelmatig mee dat we toch nog wel één bemanningslid aantreffen die te veel alcohol heeft gedronken. Maar de laatste jaren gaat de telefoon bij de politie steeds vaker voor een melding van een drone in de buurt van Schiphol. In Velsen-Zuid, oké. En met een drone zeg je? Nou, dan vertrek ik nu vanaf Schiphol en dan kom ik jouw kant op. Waar we vooral meldingen krijgen dat er met drones worden gevlogen, is het niet gelijk op Schiphol, maar gebeurt het vooral in de aanvliegroute, iets verder van Schiphol vandaan. Alleen dat bevindt zich ook nog steeds in het gecontroleerde luchtruim, waar de vliegtuigen gewoon laag aankomen vliegen. Hoi. 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 Goedemiddag. Steve, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Als je mensen dan aantreft in zo'n gebied, dan is de eerste reactie vaak dat ze niet te weten dat je daar niet mag vliegen. Ik heb meneer hier aangetroffen vliegend met een drone. Ja, de baan is in gebruik, de polderbaan. Wat de impact kan zijn van een drone rondom een luchthaven bleek al eens in december 2018. Toen ging de Britse luchthaven Gatwick compleet op slot na een melding van een drone. Dit risico bestaat gewoon absoluut, ook in Schiphol. Ja, we zien gewoon dat dat een opkomend probleem is waar we eigenlijk een aantal jaar geleden nog helemaal niet mee te maken hadden. Ik denk dat we met z'n allen moeten kijken naar een stukje bewustwording dat je niet zomaar met zo'n drone zo hoog moet gaan vliegen als je in de buurt van Schiphol woont. Alpha 34, Birdstrike 18 Center. Ja, ik ben onderweg. Ondertussen komt bij Mia een melding binnen van een mogelijke vogelbotsing op de 18C. De Zwanenburgbaan. Dit gebeurt wel regelmatig, ja. Het is eigenlijk een beetje niet te voorkomen, maar we doen ons best. We gaan dan even de baan bekijken en we gaan even bij de machine kijken. Nou, er zou eventueel een bloedvlek alleen op kunnen zitten op de machine. Of dat je echt een restante van een vogel aantreft in de machine of op de machine. Je ziet het meestal snel genoeg, maar soms dan kunnen ze wel eens bij het main gear naar binnen geschoten zijn. Might have hit a bird. A bird strike? Yes. Do you know which place? No, I didn't know. I don't know to the pilot. Yeah, but there was nothing found on the runway. Soms maken we ook nog even een praatje met de piloot. Die weet dan vaak waar eventueel iets geraakt is. Ja, we kunnen niets vinden op de machine. Even een praatje gemaakt met de technische dienst. Zij gaan er nog extra naar kijken. Maar zo op het eerste gezicht is niets te zien. Op de baan is ook niets gevonden, dus waarschijnlijk was het dus een misser. Heeft hij geluk gehad, de vogel en de machine ook. De volgende keer in luchtbewakers. Net als op de grond zijn er in de lucht ook vaste routes en knooppunten voor vliegtuigen. Hoe worden die bepaald? En waardoor kan de koers van een vliegtuig ongewild verstoord raken?
Welke hoogte is de volgende? 3200 voet. Dan kom je misschien wel naast de baan uit of onder een verkeerde hoek met de baan. En dat wil je gewoon absoluut niet hebben.